De politie geeft aan dat de oude alcoholcontroles eigenlijk niet goed meer werken. De fuik die jarenlang effectief was, is niet meer zo effectief omdat mensen elkaar gaan waarschuwen via Twitter, via Facebook. En dat is de reden dat de politie een andere werkwijze kiest, maar daarbij ook heel erg aangeeft dat bestrijding van alcohol in het verkeer nog steeds ongelooflijk belangrijk is. En dat vind ik ook. Ja, maar dat nieuwe tijden om nieuwe middelen vragen. Maar het blijft echt een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Alcohol in het verkeer is niet acceptabel. Dus ook nu de fuik niet meer zo goed werkt, blijft dat alle aandacht vragen. We spelen twee dingen. De politie geeft duidelijk aan, die oude fuiken werken niet meer. Dus ze moeten anders werken. En dat andere werken wordt niet geregistreerd zoals dat bij die fuiken komt. En de tweede is dat er inderdaad vele zware klussen op de politie afkomen. Daar verdienen ze ook alle steun bij. Gelukkig hebben we in de begroting dus ook extra geld vrij kunnen maken. En alcohol in het verkeer blijft echt een heel belangrijk aandachtspunt. Onacceptabel.